het doen, hè? Ja. Bizout. Het is 5:00 en wij vliegen om 7:00. Heb je er zin in? Ja! Not a great idea. Waar blijf je nou? Nou, we zijn bij het hotel. We zitten dus in Ibiza Twins. Het zijn dus twee gebouwen tegenover elkaar. Alleen, onze kamer is nog niet klaar. Dus we gaan nu lekker naar het strand. Fleur is zo dronken van een paar drankjes. Ik ben echt haar babysitter, maar dat zou echt andersom moeten zijn. Ik ben buiten adem. Ja, kijk wat je allemaal aan het doen bent. Oh, oh, ze gaat een showtje geven met het liedje. Ik kan niet met jou. Dat was het einde van de show. Wij zijn terug van het strand en zijn ingecheckt in het hotel. We verblijven dus in Ibiza Twins Hotel. En ik ga even de kamer laten zien. Hier heb je de deur als je binnenkomt. En kan je hier wat kleding ophangen. Dan heb je hier de badkamer. Met hier een heerlijke douche. Lekker spiegeltje en de wc. En dan heb je hier het bed. Ziet er echt uit. Spring er eens even op. Even kijken of het een lekker bedje is. Jezus. En? Ja. Nee, maar. En dan heb je hier nog een tv'tje. Een soort make-up tafeltje of zoiets hier. En wij vragen ons dus af wat dit dus voor ons is. Maar daar gaan we wel gewoon lekker van uit. Dat zal spiegeltje. Niet, maar... En dan heb je hier het balkon. Uitzicht op het andere hotel. Ibiza Twins bestaat dus uit twee gebouwen. Die en dus waar wij in zitten. En wij zitten dus in deze. Even kijken of ik hem ook kan openen. Waar zit dat nou? Huh? Kan die niet open? Oh ja. Kijk. Oh, het is lekker, Bie. Kijk, ik heb hier het zwembad. Heb je daar nog upper level, waar je dus ook kan komen. En dan hieronder heb je ontbijt, maar dat zal ik morgen in de volgende vlog wel eventjes laten zien. Dan kunnen we lekker zitten. Helemaal lekker kamertje. Echt best wel groot ook, hè? Wij gaan er gewoon vanuit dat deze fles voor ons is, dus die gaan we gewoon even lekker openmaken natuurlijk. Even kijken hoe dit werkt hoor. Only levels. Fuck, krijg je dit open dan? Oh, ja. Oeh, schuin, hè? Oh, ik ga hier zo misselijk. Oh, hij rent wel echt naar pies. Vind je niet? Ja. Ah, kijk. Oh, het is plastic.
Wow, hij stinkt echt. Ja. Het is een stinkchampagne. Ik heb een paar... Oh, op die camera is nog erger. Ik heb een paar wallen staan. Maar goed, maakt niet uit. Waar ga ik jullie op neerzetten? De aloe vera. Ik heb echt zulke wallen. Het is echt niet normaal. Maar wij hebben ons klaargemaakt, want wij gaan uit eten. En daarna gaan we als goeds naar Leo. Want er was dus een man en een vrouw op het strand waar we waren bij Jockey Club. Waarvan hun dochter dus al die feesten organiseert. En daar hebben we dus een soort van ticket van gekregen of zo. Goud. Misschien beter. Goud. Dus wij hebben ons klaargemaakt. Ik heb eventjes een blazertje eroverheen, omdat ik denk dat het best koud gaat zijn. Met dit jurkje van... Maar ik heb alleen maar ringen, dan voel ik me echt een hoer. Ook Polly. En ik heb dus alleen laarzen of alsers bij. Dus ik doe gewoon mijn alsers onder. En dan de tasje erbij van Nino. Diep heeft ook een jurkje aan van Opolly. Draai ze om. Oh, oké. Jurkje van Opolly. Laarsjes, hakjes. Op Ibiza gekocht. Geen idee. Dus wij... even kijken. Ik ben echt even helemaal niet van. Dit gewoon doen. Ja, dat is leuker. Dus wij gaan nu... Oh, hier hoor je ook muziek. Wat is dit nou? Hardy Hardy. Dus wij gaan nu... Ze zijn wel lekker gekleurd, kijk. Ja, dat is wel. We gaan nu de taxi pakken. Dan gaan we even lekker ergens wat eten. En dan vanavond om 12 uur begint Leo. We blijven er niet zo lang, maakt niet uit. We gaan gewoon even kijken of het leuk is. Oké, ready? Ja, behalve mijn concealer is alles ready. Fleur, we moeten echt gaan nu. Ja, we gaan nu. Wij zitten bij La Bodega. Ja, La Bodega. Ik weet niet of jullie me horen. Maar we hebben patatas bravas. En we hebben ook nog bruschetta, Black Angus en... Een broodje. En we hebben een broodje besteld. Oh, we hebben dus net gegeten bij... La Bodega. Ja. En we zijn zo moe. Maar, oh, we gaan dus nog naar Leo. Uit. Oh, is hij eruit? We waren in de stad. En Fleur was zo dronken. Nee, Biba. Nee, dat was ik helemaal niet. Dus toen moest ze water van me drinken. En nu kan het weer. Maar ze... Alleen, we zijn gewoon heel moe. Begon pas om 12 uur. Dus... We moesten dan daar 2 uur gaan wachten en zeg maar normaal drink ik. Biba is al midden in haar verhaal, wordt er goed uit. Normaal drink je dan een cocktail of zo, maar dat lukte even niet meer. Dus toen zijn we weer helemaal teruggegaan naar het hotel. We hebben hier altijd op bed gelegen en toen waren we echt in slaap gevallen. Een soort van. Dat kan je ook wel zien. En nu moeten we weer... Het is dat het Leo is als we waren echt thuis gebleven. Ja, echt. Als die boot... Als dat bootfeestje was geweest, was ik echt naar bed gegaan. Ja, maar we zijn heel benieuwd en we gaan nu een taxi pakken en dan gaan we onderweg. Peace out. Die gaf geen melk. Maar Heineken bier. En van je hele. Oh, dat is fijn. Penta, doe Polina, stracciatella o chocolato. Muy bien. Oké. Te gusta. Yeah, I've been here before. But I really like it, but we're gonna partying this weekend. Spanish Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, bene. ¿Y tú? Ah, bene. Muy bien. Ah, no? No, because we're walking to Leo from our dinner in... So after Leo, we need a cab, but...